ben Ad van Meurs. Ik ben Harry van Dijk. Ik ben Wil van der Heijden. Nou, mijn naam is Wout Hazenberg. Ik ben Piet Snijders. Mijn naam is Jan Verhagen. Ik ben Jan Sporenberg. In de oorlog heet ik Greetje Adelaars. Ik ben Toos van Almeide, Baaiens. Het was zo dat er ook in Nederland heel veel, of nogal wat, sympathisanten waren met de Duitsers. Die vonden dat het grote Duitse Rijk ook Nederland zou moeten omvatten en die wilden daar wel aan meedoen. En zo ontstond er al voor de oorlog, een beweging die NSB heette. Nationaal Socialistische Beweging. En die organiseerde zich eigenlijk op de Duitse manier. Met uniformen, met marcheren, met zingen, grote bijeenkomsten houden. Ik noem het al brood-NSB'ers, maar allemaal arme mensen eigenlijk. En misschien ook laaggeletterden, denk ik. Ook geen werk hadden en zich aangetrokken voelden tot de Duitsers, omdat ze daar in feite wel werk konden krijgen. Dan wel dat er mensen waren die het idee van de Duitsers en de nazi's wel aanstond, omdat zij min of meer dan Hitler beschouwden als de redding van Nederland. Ja, die hulden eigenlijk met de vijand. Je moest dus gewoon opletten voor die mensen en daar voorzichtig voor zijn dat je geen dingen vertelde die je liever niet wilde dat ze openbaar werden. Die kregen dus kleding of misschien voedsel of extra voedselbonnen of kregen ze dus via de NSB. Dus mensen die echt dus hadden gekozen voor de Duitsers en die werden eigenlijk ook min of meer door de andere bokselaren liever links liggen. We wilden ook niet graag zien dat je in contact kwam met deze mensen, het was een groep apart. Mijn moeder die zou naar het ziekenhuis moeten en er moest dus hulp komen bij ons. En we kregen aangeboden van een hoofdman van de NSB om hulp van hun uit te krijgen. Toen zei mijn moeder was er toch niet zo zeker van, die is toen naar het hoofd van de school gegaan en die zei van dat zou ik niet doen, ik zorg wel dat er iemand komt. En toen is er dus een zuster van de non van de Witte Zusters, die is toen bij ons in huis gekomen. En zodoende hadden ze bij ons dus niks te maken met de NSB. Er woonde iemand bij ons in de straat die ook NSB'er was. En die is bij ons wezen kijken of we echt radio's weggedaan hadden. Die radio's moesten worden ingeleverd. En dan zei mijn vader dat ze ingeleverd waren. Maar toen kwamen ze ook kijken of die ingeleverd waren. Hè? En er was geen radio meer te vinden natuurlijk. En ik had mijn vader had een kasboek waarin stond aan wie dat die radio's verkocht had. Die had ook eruit gescheurd. En die zei tegen mij, dus had ik op het MULO. Moet jij zeggen dat je dat gebruikt hebt op school? Dat was kasboek. Die had ook een eigen krantje, wat ze wekelijks stonden te verkopen hier in Boksel. Op de hoek van de Kruisstraat, van de Burgakker. Maar dat was natuurlijk alleen reclame voor de Duits en voor de NSB zelf. Voor de jeugd van die NSB'ers had je de jeugdstorm. Ook die waren georganiseerd in groepen die marcheerden, die les kregen. Er waren jongens en meisjes en die waren gekleed in blauwe rok en witte blouse of blauwe broek en witte blouse. En die marcheerden dan door de Mijlstraat. Als je vroeger naar de bioscoop ging, en er waren natuurlijk niet zoveel films voor de jeugd toen op tijd, maar je kreeg altijd een propagandafilmpje vooraf. Een Duits gezind, getint oorlogsfilmpje. En, dan zag je, en daar in Duitsland valt bij die jeugdbewegingen werd heel veel aan sport gedaan. Dus je zag dus veel jongelui in sporttenue. Ze hadden een oude zeepfabriek op Zandvliet. Hij is er nu natuurlijk niet meer.
En die was ook gevorderd door de Duitsers. En in die hal van die oude zeepfabriek waren dan af en toe van die bijeenkomsten van jeugdstorm uit de omgeving. En dat was een gebral en een gezang daarbinnen in die zeepfabriek. Toen zijn we naar de spoorlijn gegaan. En we hadden vroeger een blouse aan met een elastiek erin. En die maakten we vol met kiezelstenen die daar bij het spoorlijn lagen. En gingen terug naar die zeepfabriek. En eentje riepen ja. En toen met z'n allen een regen van stenen op dat golfplaten dak. En toen wegwezen natuurlijk, want ze kwamen naar buiten, maar wij waren gevlogen. Bij ons in de klas zaten verschillende kinderen van NSB'ers. Ja, die waren eigenlijk gewoon onze vrienden, waren altijd onze vrienden geweest. Dus dat veranderde eigenlijk niet. De jongens voelden dat zelf ook wel aan, dat ze niet welkom waren. Die mochten niet meedoen met straatvoetbal, het buurtvoetbal. Dat was voor die kinderen natuurlijk verschrikkelijk, maar voor ons was dat ja, de normaalste zaak van de wereld. Het gebeurde een keer dat mijn oudere broer, samen met een groepje jongens, een van die kinderen omsloot en zei, en nou moet je roepen, leve de koningin. En als je dat niet doet, krijg je een pak slaag. Nou, ik geloof dat die leve de koningin geroepen heeft, maar is daarna direct naar huis gegaan, heeft dat verteld tegen zijn vader en die is weer naar de politie gegaan. Die politiecommandant was ook een NSB'er. En toen moest mijn vader met mijn oudere broer bij die politiecommandant komen om tekst en uitleg te geven. En ze kregen een zware reprimande. Ook die jeugdstorm die ging daar zwemmen in dat zwembad. Ook met een grote groep en ook wij daar in de buurt. En natuurlijk waren daar wel leiders bij die kinderen van de jeugdstorm in de gaten hielden. Maar ze konden niet alles overzien. En dan was daar een plankier, dat wil zeggen een lange strook met palen in het water en daaroverheen allemaal planken en dan kon je onderzwemmen. En als dan zo'n jeugdstormmanneke een beetje in de buurt was, dan was het de kunst om die onder water te duwen. Soppen noemden wij dat. Die kinderen kregen dus min of meer de rekening gepresenteerd dus dan voor de keuze van de ouders, de foute keuze om te kiezen voor NSB, te kiezen voor Duitse bezetting. We hadden in die hele toestand van NSB en jeugdstorm ook de leiders van het dorp die op Duitse hand waren. En zo'n burgemeester die we hadden, die werd afgezet en er kwam dan een Duitsgezinde burgemeester voor in de plaats en die was ook een lid van de NSB. Normaal, als er een nieuwe burgemeester komt, is er feest. Er zou dus dan ook feestelijk worden ingehaald. En dan zou je daar in een feestelijke optocht vanaf het station naar de markt worden vervoerd. Maar de Boksterse bevolking die hield toen die burgemeester langskwam alles gesloten, de ramen, de gordijnen dicht, de rolluiken omlaag. Dus er was geen mens op straat eigenlijk om hem te verwelkomen. Dus er was natuurlijk een vreselijke afgang voor die burgemeester en voor de hele NSB. Ze hadden wel geprobeerd hier om Boksterse mensen te krijgen. De harmonieën, de scholen, sportverenigingen, noem maar op, al wat er op Boksel leefde en werkte. Maar niemand deed mee, het bleef allemaal thuis. De film kan dus de indruk wekken alsof daar die man in Boksel welkom was en geaccepteerd werd. Hoor. Maar dit was echt een opgezet stukje propaganda. Het is zo ook gebeurd dat wij dachten, hè, wij worden verlost van deze burgemeester Thomas, heette hij. Er viel een vliegtuig neer, een Engels vliegtuig neer, bij Café de Ketting, daarachter. En toen kwam de brandweer aanzetten om dat te blussen. En ook burgemeester Thomas, die ging er naartoe. En toen dat vliegtuig daar brandend neerlag, toen is er een bom ontploft in dat vliegtuig, of meerdere, dat weet ik niet precies meer. En toen is ook die burgemeester Thomas is toen geraakt. En wij hoopten allemaal dat hij erin zou blijven, maar hij is toch weer opgeknapt en hij ging verder
met Bokstel onder Duits bewind, zeg maar, te leiden. Daarnaast hadden we in Bokstel ook, met zeker op het einde van de oorlog, een organisatie en die heette Landwacht. Dat waren oudere mannen, wat oudere mannen, die niet meer mee gingen vechten aan het front van de Duitsers, maar die in Bokstel zelf de zaak een beetje in de gaten moesten houden. Landwachters waren eigenlijk NSB'ers. Die hadden een speciaal zwart pak aangekregen met een rode bies, kan ik me nog herinneren. En die hadden een fiets en een geweer en daar controleerden ze het buitengebied mee. Die moesten in Bokstel de zaak ook een beetje in de gaten houden. En bijvoorbeeld, geloof ik, er mee voor zorgen dat als er mensen opgeroepen werden om voor de Duitsers loopgraven te gaan maken, dat zij daar aan de begeleiding en de bewaking daarvan van deelnamen. In de oorlog was het ook zo dat de boeren en andere mensen mochten niets aan de burgers leveren, maar toch gebeurde dat. En werden wij als jongens van 8 naar de boeren gestuurd om melk, boter, kaas en eieren te kopen. En omdat onze ouders die durfden dat niet, omdat ze, als ze aangehouden werden door de landwachters, waren ze de fiets kwijt, ze kregen een boete en de spullen kwijt. Dus dat werd dan aan de kinderen gevraagd en wij waren niet bang, we vonden dat een avontuur om te doen. Als wij al door de landwachters werden aangehouden, dan konden wij vluchten, maar die zagen we al van tevoren, dus dan gingen we niet verder. En dan doken we dus onder de prikkeldraad en van mijn part door de dommel, maar ze hebben ons nooit kunnen pakken. Ze hebben overigens, moet ik eerlijk zeggen, ook nooit op ons geschoten. Aan het einde van de oorlog hier in Brabant was het natuurlijk zo dat er in Bokstel de mensen waren nog steeds die gehuld hadden met de Duitsers. Er waren de NSB'ers, maar ook dames die een relatie hadden met Duitse militairen. Ook vrouwen en mannen die werkten voor de Duitsers. Bijvoorbeeld op het klooster van Ursula was een grote keuken waar dat hele Duitse leger in Bokstel gevoed moest worden. Dus daar werd gekookt. Die mensen werden beschouwd als collaborateurs met de Duitsers en ja, die moesten een straf ondergaan. En de ondergrondse beweging, de OD-mensen van de ordendienst, dat waren deels mensen van de verzetsbeweging en soms ook oud-militairen, die gingen die mensen ophalen uit een huis. Dat beeld heb ik ook goed. Dat er de mensen gewoon, vooral die NSB'ers, uit huis werden gehaald, zowel mannen als vrouwen. Wij wisten gewoon, dadelijk zullen ze misschien die op gaan halen, dadelijk misschien die. En dat deden we dan wel, dan gingen we vast naar die plek waar het huis stond van die mensen, om te kijken of ze inderdaad opgehaald zouden gaan worden. En dan zo door het dorp afgevoerd werden. Die werden soms wel uitgescholden van moffenhoer bijvoorbeeld en landverrader en dat soort beschuldigingen. En ik heb niet gezien, maar dat is dus wel gebeurd, dat ze kaal geschoren werden. Ik heb wel gezien dat er het haar met een schaar werd afgeknipt. Maar dat ging eigenlijk onder het lopen door, dan hield zo'n stoet even stil en dan knipte een man of een vrouw, knipte dan wat haren van dat hoofd en dan moesten ze weer verder. Er werden mensen opgepakt die ze dachten dat die gehuld hadden met de Duitsers. En er waren bij ons in de straat ook twee dames, waar die Duitsers naar de kapper gingen en die werden ook opgepakt. Ja, die kappers, die Duitsers moesten ook ooit geknipt en geschoren worden natuurlijk. Dus dat vonden wij heel erg, want dat waren aardige meisjes en die moesten toen met haar handen omhoog en werden kaal geschoren en dat vond ik heel erg. Ik denk, nou doen ze net wat de Duitsers eerst deden, met ons nog en zei het. Dat vond ik heel erg. Enerzijds dacht je eigen schild, dikke bult, maar anderzijds, het was zo mensonterend tegelijkertijd. Mensen die absoluut
bang waren. Dat straalde van hun gezichten uit hun ogen en die niet wisten wat ze kijken moesten naar de rest van het Boksterse volk. Tijdens de oorlog hebben we eigenlijk nooit goed begrepen wat de NSB inhield, omdat er natuurlijk ook wel kinderen van NSB-ouders uit Boksel op school hebben gezeten. Want dat heb je niet gemerkt. Dat kwam eigenlijk pas los toen de oorlog voorbij was, wij zelf ouder waren en ook die kinderen ouder werden, waren geworden. En toen ging je dus die mensen er wel op aankijken. Hoor. Toen kwamen er wel rotopmerkingen. Dat moet voor die kinderen inderdaad heel grievend zijn geweest. Hoor. Een bijzonder verhaal was tijdens de bevrijding dat wachters een granaat onder de lijn vonden vlak voor de spoorbrug in Kasteren, in Liemde. Ik hoorde dat verhaal van de buurman die dat vertelde. En terwijl wij daar volop mee bezig waren, hoorden we een enorme knal en bleek dat de man te zijn die met die granaat naar Boksel was gewandeld. Die was op weg naar het politiebureau, zei hij, om dat in te leveren. Maar hij overleefde dat niet. Bij ons in de tuin lag een hand en een arm in de moestuin. Op straat lag zijn hoofd. En een gedeelte van de rest lag op de weg. Ik herinner me dat de kat bij ons zich daar te goed aan deed. Wij vonden het wel griezelig om te zien, maar het was toch maar een NSB'er. Dus we waren er niet ondersteboven van.